Goedemiddag allemaal. Wat mooi en ook bijzonder om elkaar te ontmoeten. En natuurlijk in het speciaal Jolien, dat je hier bij ons kon zijn. En we hadden eerst natuurlijk in deze Johannes de Heerdienst samen met Cracked Oars gemeend om het voor te bereiden. Ja, dat kon helaas dus toch door de overmacht, omdat de mensen uitvielen, niet doorgaan. En daarom zijn we extra blij dat je hier bij ons kan zijn om ook samen met ons liederen te zingen en ook naar jou te luisteren. Heel fijn, dankjewel. En dat is natuurlijk ook het centrum. Het centrum waar het ook voor Johannes de Heer zelf om ging. Om de Heer. En dat wij ook juist door die liederen heen geraakt mogen worden door het werk van de Heer. Het offer wat hij voor ons heeft gebracht, maar ook de toekomst die er voor ons in het verschiet ligt. En daarom mogen we ook op een vreugdevolle manier de liederen met elkaar zingen. Want het mag de innerlijke blijheid ook gaan geven. En daarom willen we ook bidden of de Heer ons ook mag aanraken, ook vanmiddag. Mag ik u daarin voorgaan? Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, dat we zo met elkaar hier samen mogen komen. Om u de lof en de eer te brengen. Lof in de eer, Heer, die u toekomt. Omdat u de Heer van het leven bent. Omdat we u mogen loven en prijzen. Om alles wat we van u mogen ontvangen, terwijl we het niet hebben verdiend. En we noemen dat met een mooi woord genade. En die genade, die mag ons leiden. Die genade die mag ons blij maken van binnen. En die genade mag ons ook vervullen, zodat we mogen weten dat we uw kinderen zijn. We willen u dan ook bidden dat ook dit samen zijn en deze zangmiddag ook ertoe mag leiden dat we dwars door de liederen heen, door de woorden en door de muziek heen, een stuk van u mogen ervaren en mogen ontvangen. Dat u de gever bent. Door uw Heilige Geest. Dat willen we bidden voor deze middag in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen van die heiland. Ik wil zingen van mijn heiland. Thank you.
Twee weken geleden mocht ik spreken over de opening van de brieven van Paulus. Waarin de groet staat die we als christenen vaak met elkaar delen. Genade zij u en vrede. En in die genade, daar genade waar Johannes de Heer het ook vaak over heeft. Het woordje genade komt van charis in het Grieks. En daar klinkt het Griekse chairos vreugde in door. En in de Filippense brief maakt Paulus eigenlijk ook duidelijk. Als je vanuit de genade ook mag leven. En als je vanuit die genade ook mag zingen. Dan mag ook die chairos, de vreugde, ook daarmee gepaard gaan. Genade gaat gepaard met vreugde. En over die vreugde willen we zingen in Verblijd u in Jezus uw Heer. We hebben het eerste moment waarin we ook naar jou gaan luisteren, maar ook samen met elkaar gaan zingen. Maar ik neem aan dat je er zelf misschien wel iets meer over kunt vertellen. Fijn dat ik hier mag zijn deze middag en voor jullie wat mag zingen. Vorige week belde Beppe mij op met de vraag
eigenlijk een beetje toch met de gedachte van, oh jee, we zitten een beetje met een probleem. Want mijn Beppe kan heel mooi trekzak spelen. En dat zou zij samen gaan doen met een aantal andere mensen. Maar helaas liep dat anders. Maar toen kreeg ik de vraag of ik dan wat wou komen zingen. En dat is natuurlijk, als je Beppe dat vraagt, nou, dat is toch wel extra speciaal. Ja. En ja, toen dacht ik, wat zal ik nou eens kiezen? Want het is natuurlijk een Johannes de Heerdienst. Maar ik ben toch een beetje van de route afgeweken. Want er zijn een aantal liederen die mij altijd persoonlijk heel erg raken. En waaronder deze opwekking. En het nummer heet Stil. Verberg mij nu onder uw vleugels hier. Houd mij vast in uw sterke hand als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, u bent mijn God. Mijn ziel in God alleen, ken zijn kracht, vertrouw hem en wees stil als de oceaan haar kracht. Zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, u bent mijn God. Als de oceaan haar krachten toont, dan zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. En dan word ik stil, u bent mijn God. Dan word ik stil, u bent mijn God. Dankjewel. En dit nummer kent u wellicht wel. Het is wel een Johannes de Heer lied. Het heet Ik wandel in het licht met Jezus. En mijn moeder liet het mij horen afgelopen week. En ik dacht, wat een heerlijk lied om een blij geloof mee te bezingen. Dus als u wilt, zing mee, gezellig en mooi. Achter mij, ik weet mij in zijn trouw geborgen, wat een liefdevolle vriend is hij. Ik wandel in het licht met Jezus en ik luister naar zijn diepe stem. En niets kan me van Jezus scheiden, want ik wandel in het licht met hem.
duister op bedekte zon. En kan niet anders moet hem prijzen die de zonde in mij overwon. Ik wandel in het licht met Jezus en ik luister naar zijn diepe stem. En niets kan ooit van Jezus scheiden sinds ik wandel. Hem gans toegewijd, met hem verrezen tot nieuw leven, volg mijn heiland tot in eeuwigheid. Ik wandel in het licht met Jezus en ik luister naar zijn diepe stem. En niets kan ooit van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met hem. Wandel in het licht met Jezus, o, mocht ik op een lichtje zijn. Dat straalt te midden van de wereld, die gewend gaat onder zorg en pijn. Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn diepe stem. En niets kan ooit van Jezus scheiden. Wandel in het licht met hem. En niets kan ooit van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met hem. We kunnen ons er alweer op verheugen dat we straks weer naar jou mogen gaan luisteren. Ja, en ik dacht nog net even, de liederenkeuze vanuit opwekking is helemaal niet zo gek gekozen. Want een opwekking in 1904 heeft ook het leven van Johannes de Heer drastisch veranderd. Ik zal er straks nog kort even bij stilstaan. Maar in ieder geval het woord opwekking. Dat is heel bijzonder dat de Heer soms ineens te pakken kan nemen. En dat is eigenlijk ook zo bij die stilte waar jij over hebt gezongen. Soms kunnen dingen ineens zo op je afkomen dat je iets merkt van, hé, maar de Heer is toch heel dichtbij. In alles. Soms in de troost, soms in de vreugde, soms in de dankbaarheid en dat wat je overkomt. We gaan weer een lied met elkaar zingen. En het is altijd wel heel grappig. Ik kwam wel eens in een instelling voor verstandelijk beperkte kinderen. En dat was één lied favoriet. Daar ruist langs de wolken. Die gaan we met elkaar zingen. Thank you.
Johannes de Heer had na zijn, na de opwekking in Wales die hij had bezocht, eigenlijk een hele bijzondere ervaring gehad. Een bijbeltekst die hij eerder had gezien, verscheen eigenlijk opnieuw aan hem, ook daar in Wales. En voor hem was dat een teken. Hé, God verschijnt aan mij. En ik moet daar iets mee doen. Ik moet ook in Nederland hiermee aan de slag. En het bleek dat ook de velden rijp waren om te oogsten. En in 1905 bleken ook veel mensen tot geloof te komen. Tijdens opwekkingsbijeenkomsten. Er werd een bundel uitgebracht. En in die bundel, daar kwamen eigenlijk allemaal hymnes in die ook in Engeland bekend waren. Vandaar dat wij ook heel veel melodieën die bijvoorbeeld ook bij de uitvaart van Queen Elizabeth werden gezongen, dat we die herkennen. Want het zijn de bekende hymnen. Maar wat centraal staat voor hem is, waar raakt de Heer je? Hij is zo groot. Het kan op zoveel manieren. Ingrid, jij wil iets met ons delen. Mij werd gevraagd om iets met jullie te delen. En toen ging ik even nadenken. En toen dacht ik, ja, ik heb een heel mooi versje in mijn Poesie-album staan. Die zou ik heel graag met jullie willen delen. Mijn opa was heel waardevol voor mij, mijn opa en oma. En ik ben 10 jaar hun enigst kleinkind geweest. En ik had een hele speciale band. Mijn opa was 62 toen hij longkanker kreeg. En toen lag hij op zijn sterfbed. En hij had toen heel erg het verlangen om in de Poesie-albums van zijn kleinkinderen, want inmiddels na 10 jaar waren er nog meer kleinkinderen bijgekomen, een versje te schrijven. Hij was op dat moment al heel dicht bij de Heer. Hij dacht echt van, ja, het duurt nog even, maar ik heb al contact. En hij heeft toen echt iets heel bijzonders opgeschreven. Dat wil ik graag delen. Lieve Ingrid, geloven is het zeker weten van de dingen die men niet ziet. Geloven dat is wandelingen door Gods gebied. Geloven is een groot gebeuren, een psalm, een lied. Geloven opent alle deuren naar Gods verschiet, je opa. En het mooie is, toen hij gestorven is, toen zei hij, ik zie een poort wijd openstaan. En hij is lachend weggegaan. En op dat moment was er een zuster bij hem, die geloofde niet. En die dacht, nu moet ik wel geloven. Zelfs op het laatste was hij nog een getuige. En ook dat mijn opa naar mij toe dit heeft meegegeven, dat vind ik zo waardevol. Het is zo belangrijk dat wij ook naar de nieuwe generaties dit doorgeven. Het zaadje zaaien en Gods licht uitstralen. Ik heb zo vaak afscheid moeten nemen van hele dierbare mensen. Soms ook wel door dalen gegaan. En altijd gemerkt, God is erbij. En God troost mij en God geeft mij kracht. En ja, dit soort liederen, ja, daar ben ik ook mee opgegroeid. Mijn opa's en oma's die zongen dat ook uit volle borst. Dus ja, blijf zingen, blijf getuigen, blijf zijn licht uitstralen. En ook naar de jongere mensen en de kinderen. Het is zo belangrijk. Dat wil ik meegeven. We mogen ook weten, soms ook als we somber tegen de dingen aankijken, wat heeft de Heer ons al niet allemaal gegeven? Hij is erbij. En zelfs soms door dalen heen, als het lijkt alsof de velden helemaal niet klaar zijn om te oogsten, mogen we toch zien op de zegen en ook weten dat die zegeningen ook gaan komen. Er komen stromen van zegen. Oh.
Wij hebben een Heer die het waard is geloofd en geprezen te worden. En het bijzondere is dat God daarvoor zelfs engelen heeft geschapen die in de hemel eigenlijk als taak hebben om de Heer te loven en te prijzen. Wij kunnen ons er niet zo heel veel meer voorstellen. Gerubs. Een engel die de Heer groot maakt. En wij mogen door de muziek heen ook de Heer groot maken. En ik zou zeggen, zing uit volle borst. Wij prijzen u, God, voor de komst van uw Zoon. Want dat bracht ons redding. Soms vergeet ik wel eens dat als ik zorgen aan mijn hoofd heb, ik ben een echte piekeraar, dat ik die naar God kan brengen. Dat ik niet alles alleen op mijn eigen schouders hoef te dragen. En dit lied herinnert mij daar altijd aan. Dat alles waarmee ik zit bij God gebracht kan worden en dat Hij voor ons zorgt. Het is de rivier. Als u wilt, als u het kent, mag u meezingen. Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee
water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. Het is een stroom van uw genade, waar ik u steeds ontmoeten. Bij een Engelstalig lied, waarvan we, als het goed is, een hele mooie vertaling, interpretatie hebben in het Nederlands. Het lied heet His Eye is on the Sparrow. En ik vind het altijd een prachtig beeld, dat ik denk, God zorgt voor ons allemaal, voor de dieren, de vogels, van klein naar groot. En als hij zoveel geeft om de dieren, hoeveel geeft hij dan wel niet om ons? Ja, ik vind het altijd een prachtig beeld en ik word altijd heel erg geraakt door dit liedje. Ik hoop dat het u ook mag raken. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely when heaven is my home? When Jesus is my portion, a faithful friend is he. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye the sparrow, and I know he watches me. Whenever I am weary,
clouds arise. When song is placed to sighing, when hope within me dies, I draw the closer to Him. From care He sets me free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I am free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches you and me. Wauw, heel mooi. Ja. Je deelde met ons dat je soms ook je eigen momenten hebt waarin je je soms onzeker voelt. Waarin je soms je misschien zelfs wel te neergeslagen voelt. Het zijn denk ik allemaal momenten die we misschien ook wel kennen. Momenten waarvan je ook mag getuigen, je mag ze naar de Heer brengen. En het bijzondere ervan is, de Heer heeft één verlangen. Hij wil ons zijn vrede geven. Na zijn opstanding heeft Hij dat ook meegegeven aan zijn leerlingen. Vrede zij u. Ik wens je mijn vrede toe. En we mogen dan ook weten dat als we onze zorgen en de dingen die ons bezighouden bij de Heer brengen, dat we ze daarop mogen laten en dat we er ook op mogen vertrouwen. Hij zal ermee aan het werk gaan. Hij helpt. Hij weet wat goed is. Daar is een helper groot van kracht. Thank you.
woorden gekoppeld aan muziek, die hebben zoveel herinneringen en die brengen zoveel los. En zo hebt u misschien ook wel bij elk lied een bepaalde herinnering. En zo kan elk lied soms ook een getuigenis op zich zijn, waardoor we de Heer leren kennen. Ik verwonder me er altijd over dat als er mensen zijn aan het einde van hun leven en in het vooruitzicht van de Heer, dat ze juist niet met bijbelteksten aankomen, maar dat ze met liederen aankomen. En dat is de kracht van liederen. De kracht ook die God heeft gegeven vanuit liederen en de teksten van liederen. Ze geven steun, ze geven een bemoediging, maar ze geven soms ook een richtinggevende aanwijzing. En zo heb ik dat altijd met het volgende lied, wat heel bekend is en een favoriet voor heel veel mensen, denk ik. Welke vriend is onze Jezus? Een lied waarin je eigenlijk ook elke keer wel weer met jezelf wordt geconfronteerd, maar waarbij je ook elke keer weer te horen krijgt: ik mag het bij de Heer brengen. En Hij zal het aanhoren en Hij gaat ermee aan de slag. Welke vriend is onze Jezus? Hier met ons te komen delen. Ik ben er even stil van.
dat we zoveel vrijmoedigheid hebben om hier zo met elkaar te zingen en te delen. De liefde van God. Afgelopen vrijdag hebben wij stilgestaan bij Vrouwenwereldgebedsdag. En als je dat zo doorneemt over al die projecten, waar duizenden en duizenden vrouwen in die week gebeden hebben. En over rivieren zwemmen om daar te zijn, om te bidden tot God. Daar word ik stil van. Het was een prachtig moment om dat met elkaar, ook als vrouwen hier in Nederland, te delen op onze vrouwenvereniging. Ik ben daar ook zeer dankbaar voor dat wij hier nog steeds die vrijmoedigheid hebben. Ik heb zelf een gedicht geschreven waar ik mijn gevoelens een keertje echt heb moeten delen met God. En dat zou ik graag nu met jullie willen delen. Spreekuur met God heb ik het genoemd. Op een vroege morgen, dat de dag net na de nacht begon, deed ik mijn venster open en ik genoot van de morgenstond. Zacht streelde de wind door mijn haren en alles was zo vredig en zo stil. Zo mocht ik dan ervaren wat zo een stilte is. Ik zie de eerste morgen gloren en aan de horizon het morgenrood. Een nieuwe dag is weer geboren. Ik kijk de hemel rond. Zacht spreek ik, dank u God, dat ik weer gezond op mocht staan. En deze morgen zo mag ervaren om weer een nieuwe dag in te gaan. Ach Heer, ik kon niet slapen deze nacht. Klachten woelen in mijn bed, met zoveel zorgen om me heen. Maar nu ik zo even met u praat, voel ik me licht van binnen en niet meer zo alleen. Zo praat ik steeds maar door, maar ik weet, God heeft een geduldig oor. Ik voel me goed, ik hoef mijn zorgen niet alleen te dragen. Ik spreek tot u en ik word door liefde bevangen. Een gouden moment, zo ervaar ik dat in mijn leven, waar ik mijn diepste verlangens aan in deze stilte aan u door mag geven. Een spreekuur met de Heer daarboven doet mij rotsvast geloven dat u, een God, vol liefde alles ziet, mijn zorgen en mijn verdriet. Ik voel een stroom van kracht die u wilt geven om vol vertrouwen zo naar de nieuwe dag toe te leven. Heeft u wel eens zo een spreekuur met God gehad? En is even de tijd genomen om te ervaren dat God heel dicht bij u was? Want God heeft een oneindig spreekuur voor ieder mensenkind dat tracht hem te zoeken en hem dan ook zeker vindt. Nooit, nooit klopt men tevergeefs bij hem aan. Nooit zal God zeggen, geen tijd, of je buiten laten staan. Zeg zelf, waar vindt men in deze wereld en in onze tijd iemand die zo goed luistert, geduld en liefde aan u wijdt? In het leven van Johannes de Heer hebben ook een aantal momenten gespeeld waarin het allemaal niet meeviel, waarin hij misschien ook zijn eigen vragen had. Hij heeft een dochter moeten loslaten. En in 1915, op het moment dat hij ernstig ziek werd, was hij zelfs ervan overtuigd, ik ga naar mijn Heer. Het bleek niet zo te zijn. Hij bleek, zoals hij dat zelf heeft ervaren, een tweede roeping te krijgen. Een tweede roeping waarin hij mensen mocht vertellen over de tijden die gaan komen. En in die periode, die tweede periode, werd ook het zoeklicht opgericht. En in die tijd werd ook één lied die hij eigenlijk al eerder in de bundel had opgenomen. Een vertaling ook weer van een Engels lied. Voor hem heel belangrijk. Nader, mijn God, bij u. Thank you.
Als je bij Johannes de Heer denkt aan het zoeklicht en aan de Maranatha-beweging die vanaf dat moment ook ontstond, dan denk je ook aan het lied Welk een uitzicht, bruidsgemeente. Ik weet niet, is er iemand die op zijn computer Maranatha als wachtwoord heeft overigens? Ja. Ik heb erover nagedacht. Ja, ligt dus voor de hand nu. Maar het grappige is, juist binnen die hele zicht eigenlijk op onze eigen toekomst, is er ook één lied die we misschien al wel stiekem een beetje toekennen aan Johannes de Heer, maar hij hoort er niet bij. Hij komt namelijk uit Glorieklokken. Lichtstad met uw palenpoorten. Ik vond het ontzettend fijn dat we zo met elkaar ook mochten zingen. Want we zijn alweer zo'n beetje aan het einde gekomen van dit samen zijn. En om ook samen ook deze liederen te zingen. En dat we daarin ook iets van Gods liefde ook mochten ervaren, dat hoop ik.
En ik wil er ook voor danken. Danken Heer, dat, bij de Heer dat ook dit mogelijk mocht zijn. Mag ik u volgaan in gebed. Vader in de hemel, Heer, wat een vreugde zal dat wezen. Dat zingen we met elkaar. En we zijn begonnen, Heer, met de vreugde van u. De vreugde, Heer, die we door uw genade ook mogen ervaren in ons leven. Terwijl we wel weten dat het leven niet altijd vreugde is. Dat er ook zorg is en piekerpunten. En ook die dingen die zijn aan de orde gekomen. Heer, maar de vreugde mag zijn. Dat door uw genade, door de gift van uw zoon en de komst van uw zoon. U ons zo lief heeft gehad. Dat u uw eengeboren zoon hebt gegeven. Opdat een ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. Heer, en daarom willen we ook een moment hebben. Een moment van stilte. Een moment om u te belijden. Heer, ik geloof in u. Heer, ik geloof dat u voor mij mijn zonde hebt gedragen. Heer, ik geloof dat u mij lief heeft. En dat ik bij u op mijn bestemming mag aankomen. Laten we ook een moment ook stil zijn. En zelf persoonlijk tot onze Heer komen. Ja, Heer, ik geloof in u. En ik dank u. Laat heel mijn hart in elk moment ook vol zijn van uw liefde, Heer. Dat ik gevuld met uw liefde ook van hier mag gaan. Dat ik gevuld met uw liefde ook van hier mag gaan. En een roeping mag verstaan. En soms is dat een heel groot woord, Heer. Maar we mogen geroepen zijn om ook in het duister van deze wereld uw licht uit te stralen. En de zekerheid uit te stralen. Dat we u mogen kennen en dat onze bestemming bekend is. Geloofd en geprezen zij uw naam. Groot bent u. Heer, dank dat we dit samen met elkaar mochten vieren, dat we mochten zingen. Dat u muziek hebt gegeven, dat u liederen hebt gegeven, die ook zo de woorden kunnen geven aan ons geloof. Dank, Heer. Dank voor het wonder, Heer, dat u, ondanks dat er zoveel mensen in deze wereld zijn, u elk van ons kent. Het gaat ons verstand te boven. Maar we kunnen niet om uw liefde heen. Als we begrijpen wat u voor mij hebt gedaan. Heer, zo mogen we van hier gaan. Vervuld van u. Wilt u met ons meegaan en ons wegen wijzen? Wilt u onze tong gebruiken om de goede dingen te zeggen? En te zwijgen als we verkeerde dingen willen zeggen? Heer, en wilt u ons misschien ook wel mensen op het pad brengen die ons weer mogen bemoedigen. Heer, want ook daarin mogen we uw goedheid herkennen. Dank voor dit samen zijn en dank dat we verbonden mogen zijn met u. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Een loflied. Geprezen zij God op zijn heilige troon. Zullen we dat staande met elkaar doen en dan mogen we ook hier vandaan onder God zegen, want dan wil ik ook graag nog een woord van zegen uitspreken, wat de Heer ons wil meegeven. Je
lied had iets meer complete dan dat ik had verwacht. Maar, dat is het mooie van een zingen natuurlijk. We konden alles nog even geven. En we mogen ook van hier gaan, onder de zegen van onze Heer. Met het vooruitzicht dat Hij eens terug zal komen. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus zijn Zoon. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Totdat Jezus weer terugkomt. Als Hij klaar is met zijn plan met deze wereld. Maranatha. Amen.